zo snel mogelijk van brons terug naar kristal te gaan, heb ik een heel leuke basis gebouwd. Op één nacht tijd heb ik 101, jawel, 101 bekers terugverdiend door gewoon te slapen in mijn bed. Ze hebben 4 aanvallen uitgevoerd en ik zal er de 3 leukste van laten zien. Dit was een leuke verdediging. Deze speel ziet, oh my, al dat goud, al die elixir. We gaan erin. We gaan erin zo te nemen. Geen torens te zien. Boogjes erbij. Jawel. Oeh, bommetje, bommetje. Pas op. Oh. Nog een bommetje. Ouch. Nog een bommetje. Bam. Nog een bommetje. Bam. Oké, boogjes. Oeps, viertje. Grote bom. Bam. Oké. Heeft geen troepen meer. Gaat hem zijn reuzen nog droppen? 13 seconden. 10 seconden. Nee, dat was het. Easy. Hier is nog een aanval. Van level 2 troepen. Hij gooit zijn boogjes aan de buitenkant. We zullen zien. De buis zijn al stuk. Zijn boogjes gaan naar binnen. Dan liggen de bommetjes te wachten. De tweede reuzenbom die is afgegaan. Nu nog enkele barbaren. Hij denkt, oh, zo weg te nemen. Juppie. Bam. Mortiers op hun nek. Je bent klantroepen. Die reus gaan niet veel, veel stelen. Goed geprobeerd. Allemaal gratis bekers. Weer win. Je plaat. Deze herhaling. Veel boogjes level 3. Barbaren level 3. En zo zien we de ster vanaf brengen. Boogjes maaien eerst alles weg. Om 5000 elixir. Nog 5000 goud. En door de vorige aanvallen zijn de reuzenbomen weg. Spijt genoeg. Mortiers heb ik al intussen naar binnen geplaatst in posities, zodat ze normaal wel juist kunnen raakschieten. Yep. Yep. Nog barbaren. Lukt niet goed, hè? En nu... Ai. Alles weg. De eerste die erin slaagt. Mijn koning ruimt alles op. Hopla. En weer 29 bekers.